Het goud van Catharina, de vrouw van Stal. Hier was de stal daar. Hier was een paardenstal. Gebeurd is, hier stond een halfsteens muurtje tussen. En ik weet niet of het authentiek was, maar daar heb ik dus, dat was half gesloopt, daar heb ik er helemaal uitgehaald. Dus heb ik er één ruimte van gemaakt. Ja, functioneel. Ja. Dat is een van de draagdelen van dat muurtje. Ja, dit hier. Alle spirituele toevoegsels, die vaak toch, vind ik, worden gebruikt als een excuus voor niet te kunnen schilderen. En daar vind ik, daar heb ik niks mee. Ja, komt het uit jezelf of moet je het ergens anders vandaan trekken? Dan wel, ik hou van het verf mooie dingen maken. Ja. Maar vooral die verf. Ja, dat proces op zich is al iets. Ja, dat vind ik geweldig. Om dat proces, om dat goed te kunnen en te leren, om daar goed mee te kunnen werken. Om daar zo'n beeld mee te kunnen maken. Ja. De suggestie van zilver en noem maar op. Maar vooral ook de compositie, dat je een mooi evenwichtig ding maakt. Ja. Dat is hier ook zo. Kijk, ik heb dat schilderij, het bestaat helemaal niet. Die opzet ook niet en het voorbeeld ook niet. He, want ik heb een evenwichtige compositie is die niet omvalt. Die mooi in zijn compositie staat. Mooi is een asymmetrie, toch evenwichtig is. He. Het is een barokke compositie, asymmetrie. Op blauw niet eens geloof ik, maar goed, bij wijze van spreken. Ik praat over sierbloemen. Ja, is dat geen sier? Ja. Nee, daarom. Dus dat... systeem voor hebben om zo'n ding te kunnen maken. Er zit natuurlijk van binnen een soort, laten we zeggen, een frame in van karton en dan moet ik een bepaalde eenheid houden. Ja, dus daar komt het niet onderuit haast. Ja. Want zo'n repetitie van zo'n raam geeft juist het gebouw ook zijn structuur en zijn stabiliteit vaak. Hè. Ja. Als je kijkt aan die oude gebouw, ik zag het een keer in Escorial, dat is geloof ik 300-400 meter lang met één wand of met één sectie, allemaal hetzelfde. Eén grote ramenpartij, allemaal dezelfde. En dat geeft toch een fantastisch effect. Ja, gewoon een heel monumentaal effect. Ja, ze wisten wat ze deden daar. Ja. Dat platte vlak. Ja, gewoon echt honderden meters lang. Voor de voet hetzelfde. Raampjes zo boven. Anders, de ingang is iets minder monumentaal. En te gaan, je steekt ook bovenuit. Maar alleen als je onder staat, dan kijk je ook een klein beetje. Ja, wat zien we? Dak en hier dan een dat is al een passie aan. Ja, soms zijn oplossingen. Want je bent gelimiteerd. Hè? Per definitie ben je gelimiteerd. Ik kan een hele hoop dingen niet.
niemand kan alles. Dus die vrijheid is altijd betrekkelijk. En als zodanig in de vrijheid die je hebt, met de capaciteiten die je hebt, om die uit te leven, daar houd ik wel van. En het probleem, of het punt is gewoon, het gelukkige punt, is dat ik daarvan kan leven. Ik kan leven van mijn werk. Heel mijn leven heb ik daar. Ik geef wel wat les, maar dat is particulier. Ik heb elk jaar een paar cursussen geef ik. Omdat ik, dat mensen behoefte hebben aan te weten wat mijn kundigheid, om die de grote handicap van nu, is dat mensen toch veel meer zijn geïndividualiseerd. Terwijl vroeger was het meer een collectief gebeuren. Schilders hadden allemaal met elkaar in contact, hadden leerlingen, hadden helpers, het was kunst. Bovendien is kunst eigenlijk helemaal niet definieerbaar. Er is geen definitie van kunst, althans geen universele. Iedereen heeft dat voor zichzelf, mag dat voor zichzelf uitmaken wat kunst is. En dan kan dat alles, elke gedaante aannemen. En dat was vroeger niet zo. Kijk, kunst hoeft voor mij niet vastgelegd te worden in een boek van dit is kunst en dat niet. Dat hoeft ook weer niet. Maar om te zeggen, nou als ik dit doe, dan is het kunst zo. Kijk maar, want ik heb het gedaan, ik ben het zelf. En dit is mijn persoonlijke interpretatie van mijn wereld. Ja, goed, dan kan niemand zeggen, het is niet waar. Ja, het is goed aan. Zo niet, dan moet ik daar aan veranderen. Ik heb altijd heel rigoureus. Ik kan dan niet vastwerken, dan zit het allemaal glaasje daar staan. Ja. Mooie vat erin zitten. Stukken maar even aan bieden. Gooi de deur dan wel juist in de deur. Ja, ja.